De 22-jarige David begon op zijn 9e met schaken en ontwikkelde een grote passie voor het spel. Hij won vele prijzen op toernooien en geldt als een aanstormend talent binnen het wereldje. Inmiddels mag hij zich internationaal schaakmeester noemen en in 2010 wint hij zelfs een van de grootste toernooien in Duitsland. Maar in 2011 blijkt dat hij liever heel andere talenten wil ontwikkelen. Goedenavond. Hi, David. Ik ben Patrick. Klaar voor? Klassieketje, hè? Deze opening. Oh, sorry. Oh, ja. Dit is geen klassieketje. Jawel. Echt waar? Ja. Het heet het Dame Gambit. De? Het Dame Gambit. Ja, je zal mij best spelen, wezen. Spelen ze al sinds een hele lange tijd, hoor. Hmm. Die lange tijd die heb jij zo te zien niet. Oh, sorry, hè? Ik heb de brief van jou. Oh, we moeten misschien een beetje zacht staan. Dat zijn allemaal serieus schakers. Ja. Kan je hem nog eens voorlezen? Beste David, het is tijd voor de laatste etappe. Jij moet groot wezen worden met schaken. De kroon op je carrière. Groetjes, David. PS, tot volgend jaar. Nou, de vraag is natuurlijk, ben je grootmeester? Nee. Nee? Ik ben geen grootmeester. Is het niet gelukt? Nee. Waarom is het niet gelukt? Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb ineens nog veel meer boekjes gekocht dan ik al had. En ik ben naar het Europees kampioenschap geweest. Heel hard getraind. Maar het zat er gewoon niet in. Ik kon het niet meer bolwerken, mijn leven. Ik werd op een gegeven moment heel erg moe van al die ambitie. Maar vooral dat ik ook... Ik had er geen zin meer in. Ik vond het schaken zelf niet meer zo leuk. Nou, hij is wel best aardig, hoor. En het wereldje, dat heb ik gewoon gezien. De mensen zijn niet heel inspirationeel. Er zijn bijvoorbeeld meer autisten dan vrouwen. Dus hier zitten allemaal autisten? Nee, dat zeg ik niet. Nou ja, ze reageren in ieder geval niet. Ze is wel één vrouw. Ja, maar het is ook gewoon... Het is een hele stille wereld ook. Dus je bent gewoon... Je bent gewoon 5 uur stil. 2011 tikt langzaam weg. Maar David heeft zijn doel niet bereikt. Sterker nog, zijn hele leven is op zijn kop gezet in het afgelopen jaar. Ik had begonnen met een vriendin en die ben ik nu kwijt. Maar dat is ook allemaal een heel kort tijdsbestek. Ik ben gestopt met de surfvereniging. Ik ben gestopt met schaken. En ik ben ook verhuisd van Malden naar Nijmegen. Dus is van alles veranderd? Ja, er is heel veel veranderd. En wat is dan de remedie? Je hart volgen. Doen wat je leuk vindt. En echt ergens voor gaan. Het gewoon iets in heel nieuws aanpakken. Nou, dan ben ik benieuwd. Wat is het? Stand-up comedy. Wat? Ja, dat is het geworden. Echt waar? Ja. Maar je bent toch een saaie schaker? Ja. Maar kijk, schakers zijn ook heel serieus, hè? Dat merk ik. Ja, nee, dat klopt. En voor stand-up comedy moet je eigenlijk ook heel serieus een grap kunnen vertellen. Wat doe je nou? Geen idee. Het mag helemaal niet. Hoezo niet? Je had hem door. Nou, dat was even een geintje. En vanavond mag David zijn grappen laten zien tijdens het open podium in Leiden, waar hij de eerste stappen zet in zijn comedycarrière. Nou, David, zeg het maar. Ik begin de spanning wel een beetje te voelen, maar ik ga ervoor. Heb je niet zoiets van, zat ik maar achter een schaakbord? Nee, dit is veel leuk. Dames en heren, geef een hartelijk applaus voor de reden dat de meeste mensen hier vanavond naartoe zijn gekomen. De comedian van het jaar, David Minema. Hallo. Hoi. Ik vind het echt heel leuk om hier te zijn. Een echte oplossing voor het milieu is een bordje boven het bed met geachte gast. Heeft u enig idee hoeveel ton kinderen er iedere dag wereldwijd onnodig verwerkt worden en hoeveel wasmiddel daarmee in ons water komt? Aan u om te beslissen.
of u draagt een condoom, of alle ijsberen gaan dood. Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Mijn ouders kwamen terug van een oude avond en zeiden, je hebt een hoge flatulentie gehad. Ik was zeg maar het omgekeerde van luchtverfrisser. Mijn naam is David Miedema. Tot de volgende keer. Ja, hoe ging het? Ja, ik vond wel, ja, het was wel leuk. Ja, vorige keer ging het helemaal los bij mijn optreden, maar ja, dan, nu bijna niks. Wat is nou het grote verschil tussen die David daar op het podium en de David, ja, achter het schaakbord? De David op het podium, die zegt echt wat hij wil zeggen. Alleen, ja, ik bedoel, nu bleef het ook stil. Dus ja, zoveel verschil met schaken was er niet. Zat hier ook allemaal autisten. Wat wil je bereiken in 2012? Het grote doel is natuurlijk wel Carré. Tuurlijk. Maar dat is niet voor volgend jaar. Welk jaar dan? Over 10 jaar. Ja? Ja. Dus over 10 jaar ga ik de grote David in Carré treffen. Dat ga je zeker treffen. Succes, jongen. Dankjewel. Ik heb in ieder geval enorm gelachen. Gedurende de hele dag, hè? Ja. En daarmee is het doel van Grootmeester niet behaald. Maar er is een nieuw doel voor teruggekomen.